die laatste paar honderd meter voor de finish. Hè, dan zien we Mathieu die durft te wachten. Die durft te wachten, die kijkt om. Wilfried de Jong schreef vanochtend in de NRC, 32 keer kijkt hij om. Wat is dat dan met Mathieu dat hij durft? Dat hij durft te wachten? Ja, ik denk dat hij voor zijn eigen... Ja, kijk, je kunt ook helemaal stil gaan staan. Maar dan komen ze van achter terug en dan zijn ze vaak sneller bij als hij denkt. Dus hij heeft gewoon gereden. Dat kost ook geen kracht. Je moet alleen maken dat je, ja, dat je aangaat voordat je concurrent aangaat. En het moet ook niet te lang zijn, want dan kan hij echt uit het wiel komen. Dus daarom beginnen ze ook pas op 180 of 190 meter te sprinten. En hij verloor ook 2 weken terug verloor hij de Brabantse Pijl. En toen heb ik hem ook gezegd, ik snap niet dat je daar wacht. Ja, maar ik wou dit. Ik zeg, ja, je moet niet, ik wou dit. Ik zeg, je moet het gewoon doen. Je weet, je hebt de snelste aanzet van heel het peloton. Dus je pakt zo een fietslengte, dat is 1,5, 2 meter. Ik zeg, die moeten ze op die 160 meter, want dan ga je naar die snelheid toe. Moeten ze daar nog maar dichtrijden. Ik zeg, je kunt dus veel beter een fietslengte voorzitten dan een fietslengte achter. En je ziet ook, want Wout die begint al en ja, hij trekt zich heel snel in gang. En dan, ja, dan is het gewoon, wie is nog het vreeste? Want ja, volgens mij zijn ze ook in de sprint ongeveer gelijkwaardig. Dus ja, dan is het gewoon degene met de beste aanzet en het doorrijden. En ja, wat jullie allemaal al gezegd hebben, het karakter, het vechten, weet ik het. En dan, ja, dan is natuurlijk... En dan win je. Ja. Wat heb je tegen hem gezegd? Ja, eigenlijk nog niet zoveel. Ik heb hem eigenlijk nog niet gezien. Ik ben heel de dag onderweg geweest van krant naar studio. En dan... ik heb hem wel vandaag een berichtje gestuurd van... Het is wel lekker wakker worden, zeker zo maandagsmorgens. En ik hoorde... lekker wakker worden. Ik hoorde ja, zeker 2, 3 uur niks. En toen kreeg ik een foto doorgestuurd dat hij nog in bed lag met zijn ooglappen op, lag hij nog te slapen, te rusten. Dus.